Terleden TV wordt mogelijk gemaakt door Business Club Terleden. Blauw is de kleur die te zien is op Sportpark de Rode Molen. Voorafgaand aan de wedstrijd Terleden tegen Urk. Het zijn de uitsupporters die fakkels hebben meegebracht. Urk, wat dus vandaag op bezoek is in Sassheim. De ploeg, de promovendus, die heel goed begonnen aan dit seizoen. De eerste drie wedstrijden wonnen, zelfs even bovenaan hebben gestaan. Maar daarna toch flink zijn ingezakt. Afgelopen zes wedstrijden niet meer weten te winnen. En Terleden, wat nu eigenlijk natuurlijk het tegenovergestelde meemaakt. Hier zien we trouwens pupil van de week, Joshua van Vliet. Maar Terleden, die dus inderdaad in een goede reeks bezig is. Nadat ze de eerste wedstrijden van het seizoen natuurlijk allemaal verloren. Met als hoogtepunt toch wel de wedstrijd van afgelopen woensdag tegen Hoek. Spectaculaire wedstrijd. Terwijl we hier de eerste corner zien komen voor Terleden. Spectaculaire wedstrijd waarin natuurlijk de penalty wordt gepakt en daarna werd gescoord. Hier zien we de corner van de Kruis. Tweede paal en teruggelegd en goal. Het is 1-0 voor Terleden in de vierde minuut. En het is Hoekstra, de man die het ook al in de vorige thuiswedstrijd deed. Voor Terleden doet het nu weer. Arroyo kopt hem hier terug en dan is het Hoekstra die als eerste zijn voetje er tegenaan zet. En dus een vroege voorsprong. Ja, het was overigens wel een andere keeper die de penalty pakte afgelopen woensdag. Dat was namelijk Daan Prins. Nu staat De Vries gewoon weer op goal. Tweede keeper die toch wel dat droomscenario had. Hier zien we een kans voor Urk. Met Schraal. Schraal met De Lauw voor zich. Schraal is er snel voorbij en schiet. En dat scheelt niet eens zo heel veel. Net voorlangs. Dat het De Lauw hem toch wel veel ruimte gaf. Dunning. Naar Nentjes. Nentjes die daar Schraal wegstuurt. Dat is een goede combinatie. Over rechts, weer over rechts. En een katachtige redding van keeper Mark de Vries. Op het schot van Snoek. De Kruis, goede combinatie. De Kruis is er langs over links. Dat is een goede voorzet op zijn broer. Maar die mist hem. Open kans gemist hoor. Door Luc de Kruis. Dan is het niet helemaal goed te zien, maar is het in de tweede helft een corner voor Urk. Afvallende bal, dat is een schot dat blijft hangen. En weer een hele goede redding van de Vries. Dit is nog wel misschien een mooiere dan die we net zagen. Kiest goed de hoek en houdt zijn ploeg op de been. Schraal, man waarvan veel dreiging komt. Als het gaat bij Urk. Twee man voor zich en wordt dan neergehaald. En dat is een penalty. Ja, natuurlijk is dat een penalty. Een vrij opzichtige overtreding van Oulet Haimad. Ja, Schraal had twee man voor zich. Dan was dit toch zeker wel de beste uitkomst. Ja, heel dom ingestapt. En dus een penalty. De Boer tegenover de Vries. En het is de Vries die wint. De man die al heel goed stond te keepen, pakt nu ook nog eens een penalty. Net zoals afgelopen woensdag wordt er dus weer een penalty gepakt voor Terleden. Toen kwam er een positieve uitslag uit. Nu laat dat nog even op zich wachten. Brands naar Nentjes. Overigens heeft Nentjes ook twee andere broers die nog in deze selectie zitten. En Brands heeft ook nog een broer die in deze selectie zit. Hakvoort. Dat is een goede bal van Hakvoort. Bal er weer even uitgehaald naar Nentjes. Het is een lange aanval van Urk. Goede tussenkomst zeg van Arroyo. Maar nog steeds is de aanval niet voorbij. Hier zien we Brands. Die mag hem er eens in gaan gooien. Brands geeft een voorzet. Oh, dat lijkt daar Hens. En dan gaat hij er alsnog in. Maar er is al gefloten door scheidsrechter Afuala. Maar alsnog is dat geen goed nieuws voor Terleden. Want de bal gaat weer op de stip. We gaan er nog een keer naar kijken. Ja, de voorzet. En Roffelsen gaat gewoon met twee handen naar de bal toe, lijkt het wel. En dus weer een penalty. En hij gaat er weer niet in. Het is ongelooflijk, maar waar. Maar Urk mist twee penalties. Dit keer is het niet de Vries die hem pakt. Overigens is de Vries er natuurlijk wel heel blij mee. Maar gaat de bal hoog over. Door dit keer niet de Boer, maar Brands.
En dan valt hij hier. Ja, tuurlijk. Het is het oude gezegde van als je hem zelf niet maakt. Maar nu is het Melvin van Stijn die ter lede naar 2-0 schiet. En dan lijkt de wedstrijd toch wel binnen voor de thuisploeg. Waar Urk 2 penalties mist, is het ter lede wat wel het net kan vinden. Afvallende bal. En hij staat het beste op te letten. En dan lijkt de wedstrijd wel in het slot. Wat zal betekenen dat ter lede naar de middenmoot zal gaan. Dat had ook niemand verwacht, 3 wedstrijden geleden. Waaier. De kruis gaat er schieten en schiet dan ook nog eens raak. Het is 3-0 voor ter lede. Een iets wat geflatteerde uitslag. Want ter lede komt eigenlijk wel heel goed weg met die 2 gemiste penalties. Maar het maakt allemaal niet uit. Want ze klimmen nu naar de 11e plek. Oké, jouw moment. Tweede helft. 1-0 voor en de penalty. Wat gebeurde er? Hij ging over de linkerkant van mijn kant heen. Volgens mij over Ziad. Hij is ongelukkig. Moet hij hem voor zich houden. Ja. Penalty. Probeer een beetje uit het spel te halen. Meer keer niet doen. Probeer te lezen hoe hij gaat lopen. Pak hem. Krijg je er nog een tegen? Pak ik ook toch? volgens mij was ook zijn hoek waar ik hem ook net in zat. Dus misschien is dat ook wel een beetje twijfel naar die speler toe. Hij schiet er wel een huis hoog over. Ja, prima. Je bent eigenlijk... Nou, ik vond Urk eigenlijk beter en je wint 3-0. Ja, tweede helft. Toen kwamen er veel meer uit. Linies werden niet helemaal meer kort. Af en toe waren we ook zoekende. Af en toe heel goed opgelost. Het is op een gegeven moment ook op strijd. Laatste weken zie je ook heel veel strijd. De laatste 4 wedstrijden win je gewoon. Stijgende lijn. Maar zaterdag begint het weer opnieuw. Want de eerste wedstrijd van de competitie ben je de lul van de week. Met heel veel goals tegen en dan ben je opeens mannetje. Nou ja, kijk, man, begin van het seizoenshelft waren we ongelukkig. We speelden ook niet eens slecht of zo. Het waren ongelukkige goals, domme fouten. En dan is het voor mij heel lullig dat ik steeds die bal uit het net moet halen. Terwijl ik toch heel goed heb gekiept. Maar ja, we weten ook gewoon blijven werken. Het gaat een keer de andere kant op. En het is ook gebeurd. Ik heb nog niet gekeken, maar volgens mij sta je zelfs in het linkerrijtje. Goed, hè? Ja, nou ja, weet je... Ik heb het voetbal al 12 jaar, 15 jaar op amateurniveau, het hoogste van het hoogste. En ik heb gekke dingen gezien. Het kan zomaar na de winst op dat je weer bovenaan staat. Het kan ook weer onderaan staan, joh. Je eindigt waar je hoort te eindigen, aan het einde van de rit. Maar de punten moet je wel pakken tussendoor. En dan zie je wel waar je staat. Maar je hebt de wedstrijdbal vandaan. Ik ga lekker uit eten, hoe vind je die? Hè? Top. Dankjewel.